Massagraven van niet-recyclebare molenwieken vormen een dystopisch beeld van het huidige energiebeleid. Waarom horen we zo weinig over de inefficiëntie, maar vooral ook de milieuramp die windturbines wereldwijd veroorzaken? Wetenschapsjournalist Ripke Zelmaker schreef erover in de nieuwste editie van de Andere Krant. Die wordt morgen gepubliceerd. Uh-huh. En je gaat ons een kijkje geven in de wereld van groene en hernieuwbare energie. Dat doen we zo. We gaan eerst even kijken wat er nog meer in de Andere Krant staat. Ja, natuurlijk de heer Desmet wordt uitgebreid behandeld en de discussie daar. Maar die bewaren we nu denk ik maar even hier. Dit is eigenlijk al een vervolg op wat we net met Rob Jetten zagen. Men zegt ook inderdaad, mensen krijgen in één keer een absurd prognosebedrag voorgespiegeld van wat zij nu voor energie moeten betalen. Dus als je bijvoorbeeld eerst 300 betaalde, dat je in één keer aan 800 wordt vastgezeten. Maar je moet inderdaad goed opletten, want er zijn ook... er zijn energiemaatschappijen die utilities hebben, die dus gascentrales hebben, noem maar op. En je hebt ook gewoon de ordinaire handelaren. En er zijn een heleboel onder het mond van de vrije energiemarkt, die dus aan die handelaren vastzitten ook. Je hebt weet ik hoeveel energiemaatschappijen. Maar wat doen die nou? Kijk, die gebruiken jou dan, jouw voorschot eigenlijk, als een manier om zelf een gratis lening van jou te krijgen om zo kredietwaardig te blijven in deze onzekere tijd. En daarom zegt men hier ook van, daar moet je niet beslist in zomaar in meegaan. Hou vast aan je oude termijnbedrag, want anders kan... ze waarschuwen je dan dat je, anders moet je straks 3000 euro bijbetalen. Maar ja, uiteindelijk koppelen ze dan energieprijs die er daadwerkelijk op de markt is, los van wat je daadwerkelijk moet betalen, omdat je eigenlijk als een soort private leenbank voor zo'n energieclub gaat fungeren. Dus daar gaat dit artikel over. En dan inderdaad, ja, er zijn echt mensen die totaal dan die hele rekening niet meer kunnen betalen. Dus dat is het eerste artikel. Op de voorkant. Dit hebben we al een klein beetje behandeld. Ik denk in een van de eerdere uitzendingen. En dat wordt nu aan de andere kant ook weer benadrukt. Wat je dus eerst niet over corona en vaccins mocht zeggen. Namelijk dat die effectiviteit in een aantal gevallen toch wel omstreden is. Nou, dat, ja, het wetenschappelijk onderzoek schrijdt verder met iedere begrafenis. En dat geldt ook hier. En nu blijkt dus ook, ja, dat wanneer je studies op een rij zet, dan ja, blijkt het toch eigenlijk wel waar te zijn. Wat eerder dus als complotdenken werd weggeserveerd. En wat je zelfs tot een verbod op uitzending kon opleveren. Wat Flavio ook is overkomen. Ja. Hmm. De volgende. Ja, de slager die zijn eigen vlees keurt. We kennen dat op vele terreinen natuurlijk. En ook in de telecomsector heb je dat. Wanneer een agentschap telecom, waar uiteindelijk de belanghebbenden, de grote telecombedrijven achter zitten, wanneer die zelf de eventuele schadelijke gevolgen van 5G-straling, bijvoorbeeld op korte afstand, zijn verschillende onderzoeken die toch aangeven van nou, daar zou je toch wel beter naar mogen kijken. Maar ja, wanneer die zelf invloed hebben op dat onderzoek, ja, is het dan nog wel objectief. En iemand van die voor KPN heeft gewerkt op de technische afdeling, die klapt daarover nu een beetje uit de school in de Andere Krant. En dan komen we tenslotte bij jouw artikel. Ja, weer even een gezond staaltje windmolenbashing, zoals mensen van mij gewend zijn. Maar ik probeer het toch altijd wel genuanceerd te houden. Dit gaat eigenlijk over een vrij onbekend probleem. Maar het was al in 1994 bekend toen men ging overstappen op die turbinebladen met glasvezelversterkt composiet. Dat heb je gewoon nodig. Dat is lichtmateriaal, ijzersterk, oersterk. En dat heb je ook nodig, want met name als je een grotere turbine hebt, de tips vliegen gewoon met 300 km per uur in de rond. En ze hebben een levensduur van ongeveer 20 jaar. Maar ja, dan moeten ze al vaak gereviseerd worden. En, maar ja, dan zit je eigenlijk trouwens ook net als bij polyester zeilboten, zit je gewoon met een afvalprobleem. Waar laat je dat? Nou, wat gebeurt er nu? Hè? De windmolenindustrie is met overheidssubsidie gigantisch gegroeid natuurlijk. En want ze worden gepresenteerd als eigenlijk de redding in klimaatnood. Maar ja, net als iedere techniek heeft gewoon zijn nadelen. En dat krijg je wanneer je vanuit een soort ja, bijna blinde ideologie, hè, die de redding moet brengen, dan is er geen ruimte om ook naar de nadelen te kijken. Aan de ene kant is de energieefficiëntie, hè, dat heeft met energiedichtheid te maken. Het wind is gewoon een ijl medium. Dat is heel wat anders dan wanneer je gas met een hoge energiedichtheid verstookt. Dan kun je veel efficiënter per volume-eenheid, maar ook per oppervlakte-eenheid, heb je bij kernenergie ook, kun je energie leveren. Nou ja, dat laten we hier nu even verder buiten beschouwing. Maar een ander aspect is gewoon, er is eigenlijk helemaal nooit aandacht besteed aan wanneer je al die molens neerzet, ja, naar hun maximale duurzaamheid. Ja, het heet van lange duur of lang goed blijvend. Maar ja, ook duurzaamheid heeft zijn einde. En na 20 jaar houden ze er gewoon mee op.
Dus ik ben in die markt gaan kijken die nu ontstaat. Er zijn nu dus, je had al tweedehands autoverkopers, maar nu heb je dus ook tweedehands windmolenverkopers die op de markt bloeien. En wat doen die? De oude turbines in Vlaanderen die nu hun einde van hun levensduur naderen. Die kopen ze op, reviseren ze. Er zijn ook een aantal groeibedrijven in die dan dus die... want het is op zich gewoon goed en duur materiaal. Hè? Net als bij vliegtuigvleugels reviseren ze dat. En wat doen ze dan? Dat verkopen ze dan naar Zuid-Europa. Maar ook Moldavië, Kazachstan. Daar gaan nu al die oude molens mee naartoe. Nu is er een studie verschenen in een vakblad. Zij gebruiken dat dan gewoon? In Kazachstan wordt die molen dan gewoon weer opgetuigd. En die zit dan nog een beetje duurzaam te draaien. Mogelijk met nieuwe ontwikkelingshulpsubsidie of wat dan ook. Maar ja, op een gegeven moment is daar de levensduur natuurlijk ook aan het einde. Wat gebeurt er dan mee? Het komt op een dump. Dus uiteindelijk wordt al dat, composietmateriaal, wat dus waar gewoon geen recycleoplossing voor is nog, gewoon dat je het weer gewoon helemaal 100% kan verwerken, komt uiteindelijk toch op een dump terecht. Of zoals in Nederland, je hebt ook wel hobbelpaardjes in een speeltuin of zo, dan kan je ook nog wel verwerken. Maar het komt in een veel laagwaardiger toepassingsmodus terecht. Uiteindelijk logisch. Ja, dat is gewoon een natuurwet. Hè? Gewoon thermodynamica, de entropie. Hè? De entropie neemt toe. Dus ook de, tenzij je eindeloos energie in materiaal, herverwerking blijft pompen, dan kun je het niet gelijkwaardig houden. Nou ja, er is een project van de overheid nou dus, en dat is pas in 2020 gestart, om de windmolenindustrie meer circulair te maken, zoals het heet. Dus meer op hergebruik in te zetten. Maar dat is eigenlijk wel gek, wanneer ze al sinds 1994 weten dat dit probleem gewoon al speelt. Er is een schatting gekomen nu in een vakblad dus, de Renewable Sustainable Energy Reviews, die dus een prognose hebben voor, stel wij installeren al die vermogens die nu... die men nu in die klimaatplannen ook... Misschien kan je de titel even voorlezen. Ja, The Complex End Life of Wind Turbine Blades, a Review of the European Context. Dan zien we dat Europa uiteindelijk 25%... Ja, 25% van het afvalprobleem... Voor de mensen die niet zo heel goed Nederlands of Engels spreken. Nou ja, het is gewoon puur wat staat hier. Het eindgebruik, wat ga je er gewoon met die turbinebladen doen? En wat zij zeggen, de meest gebruikte oplossing is nu gewoon dumpen. Want het is gewoon te duur om daar nog weer een hoogwaardige toepassing voor te vinden. Uiteindelijk speelt daar ook een economisch plaatje. Europa gaat voor 25% van dat afvalprobleem zorgen. En dan praat je toch wel over een berg van 50 miljoen ton waar je dan mee opgescheept zit. Wat ga je daarmee doen? Er is een onderzoek geweest voor de Nederlandse overheid van een bureau Echt, ECHT. Maar dat is van een windmolenlobbyist, Edwin Kolen. En die hebben eigenlijk, ja, dan moet je heel, het wordt eigenlijk alleen maar bejubeld wat er met die windmolens, hoe goed ze het allemaal doen. Maar als je dan heel nauwkeurig het rapport leest, wat zie je dan? Dat is eigenlijk toegeven. Hey, er zijn eigenlijk helemaal on the ground, zijn helemaal geen gegevens hoe goed zij nou in recycling zijn. De palen, die metalen, het metaal kan gewoon naar de schrootboer en dat wordt gewoon weer 100% hergebruikt. Maar wat er verder met die turbines gebeurt, weet je niet. Dus ik ben ook de markt gaan rondbellen. Dus al die tweedehands windmolenverkopers. Van waar belanden die dingen dan? Nou ja, kijk, als je ze dan... In Nederland mag je niet storten. Maar ja, voer je ze uit naar Kazachstan of naar een land waar minder stringente milieuwetgeving, nou, dan komen ze uiteindelijk toch gewoon op die stort. Nou, een onbekend probleem waar nou dus pas innovatie op plaatsvindt. Terwijl die ondertussen al die hele gang is ingezet om ons eigenlijk helemaal aan die windenergie te helpen. Hoe kan het dat Europa zo'n hoofdrol speelt hierin? Nou ja, kijk, door de Green Deal bijvoorbeeld. Hè, Timmermans en consorten zetten gewoon maximaal in op... Ja, dan hebben we het nog niet eens over de energetische haalbaarheid ervan. Maar de windmolen is eigenlijk het, het crucifix van de klimaatbeweging. Dus daar wordt volledig op ingezet. Ja, natuurlijk kun je ook zeggen, hè, kernenergie geeft toch ook afval? Hè? Dus, ja, iedere technologie heeft gewoon zijn nadeel ook. Die moet je in ieder geval bespreken. En wat je dan ook kunt, maar wat je dan wel kunt zeggen, niet alleen nemen windturbines gewoon een factor 200 meer ruimte in het landschap ten opzichte van kernenergie. Maar ook het afval is in ieder geval qua volume, ja, oké, je hebt het is minder gevaarlijk dan. Maar een borstelen, zo'n kerncentrale die 50 jaar heeft gedraaid, nou, het afval past in een fietsenscheur. Dus dat is te overzien. Als je dan ook ziet dat je daarmee veel stabieler energie kan opwekken, die veel betrouwbaarder is en ook veel beter voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van het net, ja, dan zul je toch eens een keer wat kritischer naar moeten gaan kijken naar die massaplannen. De hele Noordzee wordt volgezet. Ja, we hebben ook nog een visserij nodig. De visconsumptie zal alleen maar groeien, is ook een
rapport van de ABN AMRO Bank notabene. Dus die beginnen zelfs al de overheid daarop al te kraken. Van, hey, de overheid saneert die visserijsector, die krimpt die in. Dat zien we in Vlaanderen ook. Ze hebben steeds minder ruimte, dankzij ook al die windfarms. Maar eigenlijk hebben veel meer proteïne nodig. En ja, er wordt nu geen afweging gemaakt vanwege een bepaalde ideologie. Hier de Sustainable Development Goals. Daar is die Edwin Kolen van dat adviesbureau. Dit is zijn stichting. Dan zie je altijd die molens opdraven als een soort heilig symbool. Waar eigenlijk ook bijna geen kritiek op mogelijk is. Dus het is heel duidelijk nodig dat daar eens een meer afgewogen debat over plaatsvindt. Dat je een evenwichtiger energiemix krijgt en ook de afvalproblemen benoemt. Nou, dat is het een beetje. En dit is een van de vele stichtingen die echt strijdt voor het beleid, toch? Ja, dat, je ziet overal, hè, tot Willem-Alexander de Koning, die had al dat kleurige snoepje op zijn. En ook in Vlaanderen, de baas van alle Nederlandse media, hoe heet hij ook meer? Mark Leijsen van het Mediahuis. Die is ook van de Trilateral Commission. Allemaal hebben ze dat symbooltje op. Ja. Zo van, wij steunen helemaal die VN-agenda. En het symbool ook van die agenda is weer de windmolen bijna. Hè? Want dat is dat klimaatactie. Dan heb je dat alziend oogje, zit dan in SDG 13. Heel apart dat ze daarvoor ook hebben gekozen. Maar er zijn allemaal verschillende propaganda-initiatieven. Ook vanuit Bill Gates trouwens. Hè? Met Warren Buffett heeft die ook zo'n soort Foundation for Global Goals, om dit maar in allerlei varianten en propaganda-initiatieven op te zetten. Dus je ziet eigenlijk ook al dat daarmee ook de kritische zin een beetje vervaagt. Van, hey, als wij werkelijk duurzaam willen wij een diversere energiemix, willen wij daadwerkelijk zuiniger met energie omgaan bijvoorbeeld. Maar we zijn aan de andere kant eigenlijk alleen maar met een ideologie bezig en we staan ook niet open voor kritiek of voor weerlegging en ook voor bijstelling. Dan zie je dat er eigenlijk ook meer een soort religie bijna wordt uitgerold. En in combinatie met de propagandatechnieken, waar de heer De Smet vast nog veel over zal vertellen, dan heb je een beetje een explosieve cocktail waarbij het eigenlijk het tegengestelde zal bereiken van wat je wilt, namelijk een mooiere natuur, gezondere mensen enzovoort. Je had ook een video meegenomen van een organisatie die daar ook invulling aan geeft op een hele eigenzinnige manier. Laten we heel even gaan kijken. Hi, my name is Katrina. My name is Lisa. My name is Rafita. And today I'm going to be talking about climate change. I'm a climate change maker. Your presence. Climate change is really bad for our planet. We should apply environment education in schools. It's our only home. Veel kinderen in beeld. Kom ik even bij jou, Willemijn, als oud-Nederlands docent. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het een slim opgezet plan om de kinderen hierin te betrekken. Want op het moment dat je het gelijk bij de jeugd implementeert, dan zul je ook zien dat het daarna breder gedragen wordt. En als kinderen praten, dat doet wat met mensen. Dat voel je anders dan als een volwassene dat van bovenaf dicteert. Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Matthias, vanuit jouw rol? Als professor klinische psychologie? Ja, wel, ik ben zeker akkoord dat het betrekken van kinderen een soort onschuld geeft aan de boodschap en een soort vertedering brengt, ongeacht wat de boodschap is. En ik vind inderdaad, aansluitend bij wat mijn collega hier net zei, van wat we nu meemaken is eigenlijk het genadeloos en oncorrigeerbaar doordrijven van een bepaalde ideologie, hè, die zich op een of andere manier niet meer laat corrigeren door voor de hand liggende observaties dat ze de verkeerde richting uitgaat. Ik denk, gans het klimaatdiscours, ik ben daar niet al te enthousiast over, al denk ik wel dat we als mens onze verhouding met de natuur moeten herzien. Ik denk echt wel dat we een probleem hebben in onze manier waarop we ons verhouden tot de natuur. Maar dat probleem wordt in wezen veroorzaakt door een soort mechanistisch-materialistische ideologie die een steeds excessievere industrialisering van de wereld doordrijft en die ook steeds buitensporiger van technologie gebruik maakt. En dus als je goed kijkt van op iets meer afstand, zie je dat de ideologie of de manier van denken die beweert de oplossing te zullen brengen, eigenlijk de oorzaak van het probleem is. Ja. En op die manier zitten we in een vicieuze cirkel natuurlijk. Dankjewel. Ja, je krijgt een soort zelfbevestigend wereldbeeld van het wordt alleen maar erger, want als jij op inefficiënte energiebronnen inzet om CO2-uitstoot te reduceren, gaat nooit lukken. Maar het niet lukken, het falen, wordt dan juist aangegrepen om de doelen dan nog verder aan te scherpen
binnen diezelfde ideologie. Ja, absoluut. Ja. Riepke Zijlmaker, dankjewel voor je bijdrage. En mocht je nou het volledige artikel willen lezen of een van de andere artikelen die je net hebt gepresenteerd, dan kan je eigen exemplaar bestellen van de andere krant op de anderekrant.nl.